Vandaag, donderdag 6 november 2008, behandelt de gemeenteraad van Haarlemmermeer zowel 's morgens, 's middags als 's avonds de begroting voor de komende jaren. Journalist Frits Verhagen volgt al jaren deze begrotingsbehandeling voor de Hoofddorpse Courant. Hij is er daarom vandaag ook bij. In de pauze vragen we hem straks wat de stand van zaken is. Is bijvoorbeeld de begroting sluitend? Of moeten de inwoners rekenen op een belastingverhoging? Het antwoord hopen we straks te krijgen. Het is ingewikkeld om de zaak helder voor te stellen, dat begrijp ik al. En daar gaan we speciaal eerst even een reactie op wat Nobel zei. Frits, we hebben je net geïntroduceerd als journalist die voor de Hoofddorpse Courant al jaren de begroting volgt. Dit doe je dit jaar dus weer. Hoe verloopt dit jaar de discussie? Zijn ze lief voor elkaar? Vliegen ze elkaar in de haren? Nee, de discussies zijn vrij lief. Want het gaat goed met de gemeente Haarlemmermeer. Er is niet een groot financieel tekort of zo. Want kort geleden is ook nog bekend geworden uit Den Haag dat er 8 tot 9 miljoen euro extra per jaar beschikbaar is voor de gemeente Haarlemmermeer. En dat betekent ook dat een aantal bezuinigingen zijn geschrapt. Dat betekent dus dat er geld over is. Mogen we dan nog belastingverhogingen verwachten? Nee, er zitten geen belastingverhogingen aan te komen. Onder andere de OZB, de onroerend zaakbelasting, wordt volgend jaar alleen verhoogd met de prijscompensatie. Dat is 2,25%. En wat geschrapt is, is de verhoging van de parkeertarieven in Hoofddorp Centrum en op andere plaatsen. Dat zou een bezuinigingsmaatregel zijn en dat gaat nu niet door. En wat ook niet doorgaat is de bezuiniging op de wijkbudgetten. Het college van burgemeester en wethouders was een plan om die te schrappen voor volgend jaar. Maar dat gaat ook niet door. Dus hebben straks allemaal gelukkige inwoners van de gemeente Haarlemmermeer? Ik denk dat de inwoners van Haarlemmermeer heel goed af zijn met de hulp die ze uit Den Haag krijgen op financieel vlak. Omdat het een heel financieel gezonde gemeente is daardoor. Maar merken we hier nog wat van de kredietcrisis dan? Dat is inderdaad een goede vraag, want een heleboel fracties in de Raad hebben vandaag erop gewezen dat we wel rekening moeten houden in de toekomst met tegenvallers. Omdat ook de uitkeringen uit Den Haag mogelijk minder worden. Dus we moeten die bezuinigingsvoorstellen ook niet definitief weggooien, want we kunnen ze in de toekomst nog heel goed nodig hebben. Je bent vanmorgen om 10 uur begonnen. Het is nu ongeveer 3:30. Wordt het een latertje, denk je? Nou, gezien de overeenstemming die er bestaat over het financieel beleid en allerlei voorstellen die zijn ingediend, is de verwachting dat het geen nachtwerk wordt. En wanneer mogen we jouw eerste artikelen op de site van de Hoofddorpse Courant verwachten, Frits? De bedoeling is dat er vrijdag in ieder geval een kort verslag van de beraadslaging hier in het raadhuis te lezen is. Nou, bedankt. Graag gedaan. De begroting die we nu voor ons hebben liggen, hij stelt voor om de septembercirculaire niet nu in onze beslissing te verwerken. Dat betekent dat wij dus ook niet amendement op het begrotingsvoorstel